En welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag hebben we ook een unboxing erbij in. Dus we laten nu eens even zien wat we hebben. En dan komt dan de zelfvlog. Maar we hebben namelijk... Nou, leg jij maar uit wat we hebben besteld. We hebben een dekcel besteld. Althans, we hebben een cel besteld. Die er is voor zorgt dat de eenden, de ganzen en alle beesten die heen en weer vliegen over de boot of op de boot willen zitten. Daar niet meer op of in kunnen. Dus dat is het idee. En nu gaan we kijken wat erin zit. Hoe mooi het eruit ziet. Oké, ik zal even filmen, ja? Fijn. Kan maar één keer, hè? Ja? Ja, daar gaan we. Mag niet met een schaar of met een mes. Kijk eens eventjes. Oh, en wat is dit dan? Dat zijn de elastieken. Dus we hebben het cel, zeg maar, een flexietarp met verstevigde banden erin, waardoor die niet uitscheurt als het goed is. In de rand kunnen we straks deze elastieken plaatsen. Die kunnen we door een oogje in de, hier zit, ik weet niet of je dat kunt zien, kunnen we perforeren. En dan kan deze erin en dan kunnen we strak trekken. En aan de andere kant zit dan een haakje die we aan het touw kunnen maken of aan de boterhand of wat dan ook. En dan blijft hij zitten. Dat is het idee. Nou, dan gaan we nu over naar de zelfvlog. En in de zelfvlog zullen we ook even laten zien hoe die uiteindelijk op de boot staat. Dus veel kijkplezier. Zo is het. Jullie ook. Bedankt voor het kijken. Nee, want we gaan nu nog even verder naar de vlog. Succes met kijken, wil ik. Hoi, het is vandaag 5 mei en jullie hebben dus net de unboxing gezien. En we zitten dus nu weer op de boot. Zijn met z'n allen. En straks gaan we even laten zien als we het cel, zeg maar, naar papa even laten zien als we het cel op de boot zetten. Toch, dan ga je het even laten zien? Top. Dus dat gaan we zo even laten zien. En we gaan dus nu eventjes lekker rondjes zeilen. Dus kijk gezellig met ons mee. Oké, we zijn weer klaar met zeilen. We hebben niet heel lang, ging gewoon een klein rondje. Maar goed, we gaan dus nu eventjes het zeil erop leggen. Dus ik ga dat even laten zien. Maar eerst haal ik eventjes de touw los die we hebben gekocht bij de Action. En deze haal ik even uit de verpakking. Mien, die staat er al. Mama wordt nog getild. Rest en ik blijf even, want wij gaan nog eventjes het grote zeil doen en nog eventjes het roer doen. En ik ga natuurlijk nog even filmen als we die gaan doen. Het roer is al naar binnen, het zeil hangt en dan gaan we nu met het ding bezig. Nou, we hebben het zeil. Gaan we nu proberen over de giek te halen naar de voorkant en naar de achterkant. En dat die dan strak blijft zitten over de boot, zodat er geen vogelpoep en andere dingen in de boot. Als allereerst hebben we even het zeil over de hele boot heen gelegd, zodat we eventjes konden kijken waar we de gaten moesten knippen. Toen we alles goed hadden neergelegd, gingen we hem eventjes inknippen. We hadden het touw gekocht bij de Action en die gingen we nu eventjes op goede maat afknippen. Toen maakten we een lusje in het touw en toen haakten we die aan iets anders wat we al in het zeil hadden geprikt. En toen haalden we het touw onder de boot langs. Hier knipten we het laatste stuk door en toen waren we klaar met het knippen. Ik zit hier nu binnen. Oh, het klinkt ook een beetje apart. Ik weet niet of je dat op camera hoort. Maar goed. We gaan nog even een paar dingetjes vastzetten, zodat het niet gaat klapperen als de wind gaat waaien. Ik ga eventjes de deurtjes dicht doen en zorgen dat alles binnen is en hier goed is. Zodat papa zo meteen de boot kan wegleggen en dat we naar huis kunnen. Waar we dat trouwens hebben gehaald, zou ik heel eventjes in beeld zetten voor als je dat je afvraagt.
Oké, deze heb ik dicht zitten. En wat ik nu even ga doen, is ik ga eventjes opmeten. Renske was even weg, omdat ze een meetlint ging halen. Want, ik zal het eventjes laten zien. Hier, de touw, dat is zeg maar aan het grote zelf vast zit. Die is zo... kapot gegaan. Dus we moeten even een nieuwe hebben, omdat het natuurlijk niet heel veilig is. Dus ik ga het eventjes opmeten. En dan gaan we die dus nieuw halen. En dan zal ik even laten zien als we die hebben gekocht. Maar voor nu was het deze vlog. Vooral je duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei doei!